Yo mensen van mijn kanaal, vandaag gaan we gewoon een potje solo spelen. Ik heb net even rustig creative gedaan, ben nog niet helemaal ingekomen, maar je weet toch. We gaan gewoon beginnen, dan zien we hoe ver we komen. En vanaf zondag krijg ik een tv-camera. Ik weet niet hoe dat heet, maar iets wat op de tv kan of wat dan ook. Ik weet niet hoe het werkt allemaal, maar het kan zijn dat jullie mij zien tijdens die video. Ook gewoon beeld dat, denk ik. Maar weet je, ik dacht, ik haal het gewoon. Ik wist niet wat het was. En mensen zeiden dat ik dat moest halen. Nou, weet je, dan haal ik dat gewoon. Weet je, ik zie het uiteindelijk wel. Hoe en wat. Ja, ik heb tering van goudstaven, dat zie ik nu ook. Die shotgun komt niet zo ver, zie ik al. We gaan gewoon rustig in holly. Over rustig. Ik hoop dat het een beetje rustig wordt natuurlijk, jongens. En ik hoop niet dat er te veel goede mensen zijn of zo, weet je. Doe maar gewoon wat makkelijker. Gewoon makkelijk potje, alsjeblieft. Maar vanaf nu, we gaan gewoon op iedereen af die we zien. Geacht hoe goed ze zijn, weet je. We gaan gewoon op iedereen af. Dat maakt mij niet meer uit. Niet zoals vorig potje waar we derde mee werden. Ik weet niet of die überhaupt online is gekomen. Volgens mij had ik hem verwijderd of hij is wel weer online. Ik weet het niet. Maar dat was een potje dat ik derde werd, en of tweede. Het was een heel lekker potje, maar ik ging gewoon niet op heel veel mensen af of zo, weet je. Het was meer gewoon dat ik ging wachten, vooral bij de eindzip ging ik heel erg wachten totdat mensen dood waren. Dat doe ik vanaf nu ook niet meer. Ik ga gewoon op iedereen af die ik zie. En we gaan er gewoon een leuk potje van maken, of twee potjes. Het ligt er maar net aan hoe snel het potje is afgelopen natuurlijk. Hier ligt gewoon geen kist, geen één kist. Het is wel een beetje heel tragisch hoor. Jongen. Ik heb geen meds. En nu 30. Heel weinig natuurlijk. Gewoon een deurtje open. Dan neem ik die wel mee. Voor tijdelijk natuurlijk. Ik gebruik hem eigenlijk nooit. Ik vind hem eigenlijk niet fijn. Maar ja, weet je, als tijdelijke oplossing moet je toch wel iets hebben. Nou, dan kunnen we beginnen met het potje. Ik heb een shotgun, AR natuurlijk. Het is gewoon aardig chillen loot op zich. Meer ook eigenlijk niet. Gewoon groene shotgun. Het is natuurlijk niet de chillste loot die ik heb. En kijk, hier is mijn SMG. Dat betekent ook gewoon gelijk dat die nep soort van sniper eraf gaat. Of zo, weet je. Dat ding gebruik ik toch niet, wat ik al zei. Het is
ik ben op 3k goud. Mag ik wil even een heel eerlijk antwoord. Gebruiken jullie die goudstaaf veel, ja of nee? Laat me weten. En zo ja, voor wat gebruiken jullie? Want ik moet je heel eerlijk zeggen, ik gebruik die goudstaaf bijna niet. Ja, waarom? Ja, gewoon. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik ze niet gebruik. Hier is wel een mandje dat ik kan bouwen. En ik hit hem gewoon niet. Hij is dood. Gewoon even snel minis te nemen. Hij heeft ook nog een big pot voor mij na. Dat is helemaal fijn. Ik ook gelijk een big pot van hem kan meenemen, meesnoepen. Dit vind ik wel heel nice eigenlijk. Vind ik wel heel aardig van hem. Gewoon me een big pot geeft. Maar waarom gebruikt hij die big pot niet? Dat is wel iets wat ik mij echt afvraag. Waarom de fuck hij zijn big pot niet gebruikt? Ik bedoel, hij had gewoon. Volgens mij was die shieldloos. Misschien dat hij hem nog wou gebruiken. Kan ook. Dat vraag ik me echt af, want heel veel mensen. Ik zie ook gewoon heel veel mensen als ik voor het duo speel. Die nooit shield innemen. Maar ja, weet je, ik snap dat niet. Waarom zou je geen shield innemen? Ik bedoel, het beschermt je alleen maar. Maar ja, weet je, sommige mensen die willen gewoon zonder shield spelen, I don't know why. Gewoon dat potje snel af is gelopen ofzo. Ja, I don't know. Oh, hier is nog een guy. Dit is zo slim van hem. Dit was zo slim van hem. Gewoon die grenades. Oh. Hij pakte dit heel slim aan. Heel smooth. Wow. Die had ik ook gewoon nooit verwacht. Dat iemand die eigenlijk zou gooien. Had ik nooit verwacht, joh. Nou, ik heb gewoon een pistooltje mee. Dat pistooltje wordt altijd zwaar overeen, maar dat ding is tering goed hoor. Dat pistooltje. Weet je, heb ik 3 kills. Nou, gaat gewoon goed tot nu toe, nog niet echt hele cruciale fouten of zo, weet je. Niet echt fouten gemaakt in het potje zelf. Het enige wat kut is dat ik geen shield heb. Dat is echt zwaar kut eigenlijk. Maar ja, ik ga gewoon naar Slurpy, daar staat ook gelijk een ballon. Oh, hier zijn wel 2 kijkers aan het vechten. Ik zie geen spectaculaire gebouwen tot nu toe. Ja, ga ik mengen en ze pakken? Zal ik dat doen, jongens? Helaas ben ik niet live, want dat ik het gelijk aan jullie kunnen vragen. Hun hadden helaas ook geen shield voor mij. Vraag me echt af, waar blijft mijn fucking shield? Maar qua meteen zit ik goed na 5 kills. Na eigenlijk waren dit gewoon mensen die gewoon heel dom op elkaar aan schieten waren. Gewoon 1 hitje en ze waren allebei al dood. Dus ja.
Maar zo zie je maar dat je heel makkelijk kills kan pakken eigenlijk. Ook gewoon echt heel erg makkelijk. Dat verbaast mij af en toe wel, hè? Hoe makkelijk je gewoon die kills kan pakken. Ik bedoel, waarom? Oké, dit zijn dan echt. Deze mensen noem ik dan wel noob, weet je. Ik bedoel, je bent zo aan het fighten, je ziet cirkel komt eraan. En je bouwt niet of zo. Je bouwt je niet zelf in om eventjes shield te nemen of zo, weet je. Maar ja, dat verbaast mij wel. Maar dat heb je gewoon met die noobs. Ja, weet je, ik pak deze ballon. Ik moet zo meteen wel gelijk doorlopen. Ja, een snipe zou wel lekker zijn op zich. Dat zou wel lekker zijn. En wat komt eruit? Een. Oeh, die kan ik ook wel heel goed gebruiken eigenlijk. Daar vroeg ik eigenlijk nog om. Ik vroeg nog om minis. Nou weet je, dan maak ik deze tonnen even kapot. Ik krijg eigenlijk ook gelijk shield erbij. Oké, hier zijn wel mensen. Ik weet niet hoe goed ze zijn, dus ik moet daar wel een beetje mee uitkijken, weet je. Omdat ik natuurlijk gewoon niet weet hoe goed ze zijn. Ik weet ook niet meer waar ze zijn. Ja, hier hoor ik schoten van. Dat duurde heel erg lang. Maar ze hebben wel voor mij de match. Dat is wel heel chill. Nou, 6 kills. Solo potje. Nog 12 andere over. Tot nu toe vind ik het gewoon een geslaagd potje. Ja. Weet je, ze waren niet heel goed. Maar kijk mijn mats even. Kijk mijn materials. Daar word ik als persoon wel heel erg blij van eigenlijk. Ja, gewoon goede materials. Ik bedoel 999 hout. 999 steen. Ik zeg heel vaak 999, maar ja, maakt niet uit. Ik was net even aan het kijken of die wil opnemen. Dat had ik net ook, wou ik... Rocket League opnemen, toen deed hij het niet. En ja, daar baalde ik best wel van. Dus ja, maar... Ik hoop dat deze gewoon opneemt alles. Niet een klein deel, gewoon alles opnemen. Het zal wel lekker zijn. Het enige wat ik niet hoop, dat ik nu vol word gesniped. Dat zou wel heel erg jammer en een kut einde zijn eigenlijk van deze video. Ja, als je dan gewoon wordt gesniped, dat zou wel heel kut zijn. Nou. Maar ja, zo zie je maar, als je gewoon... Nu ik op iedereen eigenlijk afga, pak ik best wel wat kills, weet je. Maar ik zeg je ook heel eerlijk, je moet ook niet echt bang zijn of zo voor die mensen of zo, snap je? Oh, ik kan hem upgraden. Ik ga hem gewoon upgraden. Zo, ik heb gewoon eventjes mijn goudstaven. Ik heb gewoon even mijn goudstaven uitgegeven aan het upgraden. Een beetje prima. Dat mag ook wel een keer. Ik mag ook een keer mijn goudstaven uitgeven, hoop ik van jullie. Dat heb ik eventjes gedaan. Een gouden shotgun, gouden jaar. Nou, prima, weet je. Prima. Er zijn ook nog 6 anderen over. Ik zit ook gewoon gelijk goed in de cirkel. Maar ik wil wel daar bovenop die berg eigenlijk gaan staan. Dat is voor mij ook gewoon chill met bouwen en al die shit.
Helaas geen sniper, maar dat komt nog wel. Gewoon even iemand killen met een snipertje. Hé, is hier niet dat huisje? Ja, hier is het huisje. Zouden hier al mensen hebben geloot? Ik denk het wel, want de deur is er namelijk open. Ja, hier hebben al wel mensen geloot, zie ik al, maar ja. Waarschijnlijk gewoon een beginplekje gekozen. Als ik ze met kogels zit, ik ook gewoon prima. Ook als ik sniper zou hebben, zou ik ook prima zitten met die kogels daarvan. Dus natuurlijk eigenlijk kogels hoef ik al niet meer op te pakken. Er zijn nog 5 andere mensen over. Op dit stukje. Tja. Oh, er komt hier ergens komt een ballon. Is dat beneden? Ik probeer het wel een beetje zo rustig mogelijk te doen. Om al die andere mensen niet hier naartoe te brengen. Oké. Ja, daar heb ik niks aan. Ik ben gewoon full shield. Nog 4 andere mensen. Ja. Nog 4 andere. Weet je, ik zei natuurlijk, we moeten op iedereen afgaan, maar... Ja, weet je, bij deze denk ik toch van, wat hebben jullie liever? Dat ik elke kill pak, of dat ik een win maak? Of probeer goed te winnen, weet je? Want ik weet zeker dat als ik op zo'n guy afga, dat de kans bestaat dat ik doodga. Het hoeft niet dat ik doodga, maar de kans bestaat er wel. Dat zou gewoon heel zuur zijn. Holy shit, daar is een guy. Daar is ook een guy.
Nou, het is natuurlijk gewoon een heel spannend einde. Nog twee andere guys over. Ik zit in het midden. Heel fijn ook. Ja. Eén zit boven mij. Waarom pusht hij niet? Fuck, jongens. Ja, dan ben ik tweede geworden. Ditmaal had ik wel goed kunnen hebben. Jammer. Jammer van dit potje. Maar het was een leuk potje. Het was een goed potje. Bedankt voor het kijken. Abonneer sowieso. En dan zeg ik later.